korte demo hoe je producten, retreats in collecties versleept. Je gaat in de Wix-pagina naar de producten en daaronder zie je collecties staan. Dan zie je een tabblad alle collecties, die is gekoppeld aan fitbodymind.nl/agenda. Als we daar ook in zouden kijken, dan zie je hier het aantal retreats staan wat niet zichtbaar is op dit moment op de site. En het eerste retreat wat zichtbaar is, is het retreat van Tessa. Dat zie je ook op de site naar voren komen. Dat Tessa en Marleen en daarna de My Own Retreat retreat zichtbaar zijn. Dat zie je dus ook hier. 14, 15, 17, 18, 19 en 20. Als je het zou willen verslepen, wat ik nu dus even weer als voorbeeld doe, is dan pak ik deze op. En die versleep ik er eentje. Maar dat kan ook natuurlijk op meerdere plekken of naar meerdere plekken zijn, zoals ik hier. Dan zie je hem aan de onderkant van het retreat een beetje een grijs weer geven. En, als ik deze nu zou opslaan, dat doe ik niet, dan zou je hem op de site anders zien. Dit geldt alleen voor de zichtbaarheid in www.fitbodymind.nl/agenda. Dus ik negeer inderdaad de wijzigingen. Nou, wil je nou bijvoorbeeld kijken naar alle retreats in de schouw, dan werkt dat slepen precies hetzelfde. Maar dat moet je dus in de collectie gaan slepen van Zeeland. Nou, je ziet hier dat er is een retreat aangemaakt, My Own Retreat, in september. En die staat nu vooraan. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling zou zijn. Hij zou eigenlijk... even kijken, 21 september. Dus hij zou eigenlijk tussen vitaliteit en hatha yoga van Mandy in moeten. Nou, dat kunnen we gaan doen. Ga je terug naar dashboard. Je gaat naar collecties. En in dit geval naar de Zeeland collectie. En dan zie je ook deze als nummer 1 staan. En die wordt dus ook als eerste weergegeven in dit verhaal nu. We moesten gaan kijken waar die stond. Nou, in dit geval zou die moeten komen tussen vitaliteit nummer 38 en nummer 39. Even handig om die nummertjes te onthouden. Nou, je pakt hem met je rechtermuis op, als je recht bent. Je scrolt je muis wat naar beneden. En hij moest hier terechtkomen. Nou, dan zie je hem, als ik hem lang genoeg hou, dat hij hem er dan tussen plaatst. En dan laat je hem vallen. En op dat moment doe je het daarna opslaan. Als je dan meer in Zeeland zou hebben, doe er even meer, maar opslaan, dan gaat hij alleen terug naar dit scherm. En als ik dan zou kijken en ik zou hem opnieuw inladen op de pagina, is hard op nadenken, dan zie je ook dat het eerste retreat in Zeeland weer Tessa is. Dat klopt ook. En als we dan zouden doorschuiven, dan zie je hem als eerste retreat nu van 21 tot 23 september staan.